Dit wordt een hele mooie, gezellige, vrolijke nieuwsuitzending. Echt weer zo eentje om te luisteren voordat je slapen gaat. Het verhaal gaat helemaal nergens over. En dat is juist zo fijn om te luisteren voordat je slapen gaat. En dat je denkt, oh, ik ben niet de enige sukkel op deze aarde. Ik ga het hebben over de nieuwe wereldorde. Zoals ik die voor mij zie. Iedereen een nummertje. Ik zie er zo naar uit, hè? Jij als mens, je bent een metafysisch wezen. Je hebt meer boeken gelezen dan de Sanseveria die bij jou in de tuinkast staat. Ik wou zeggen op de vensterbank. Je bent ook meer dan gras. Misschien heb je niet echt een boek gelezen, maar heb je wel gekeken naar de bewegwijzering bij de A12. En wist je dat je daar naar rechts moest om naar Leusden te gaan. Dat kan helemaal niet, want bij de A12 ligt Leusden toch niet. Zit ook bij de A2. Je bent een metafysisch wezen. In de Bijbel staat, je bent een kind van God. Je bent een broer of zuster van Christus Jezus. En jouw leven hier op deze aarde, het is geen planeet, daarom zeg ik dat zo nadrukkelijk, op deze aarde, dat behelst iets heel dieps. Daarom plegen mensen ook Freitod. Op zijn Duits is dat Freitod. Vrijwillige dood. Op deze manier hoeft het van mij niet. Die geven de strijd op. Ik ken ze. Dat wil zeggen, ik ben bij de begrafenis. Ik ken er 4 die dat gedaan hebben. En van 1 ben ik bij de begrafenis geweest. Ze heette Plum. En dat was niet haar echte doopnaam. Het was haar bijnaam. Erg was het. Ik woonde toen op een studentenflat in Wageningen. En die heette de Rijnsteeg. En onderin was een gebouwtje. Een soort kerkje. En daar kwamen wij samen bier te drinken ter ere van de Heer. En er was een repetitieruimte. Best een leuk gebouw. En ik sliep ik woonde op de 3e verdieping. En die flat had dus een soort voetstuk. En daarboven werd het smaller. Dus onderin had je 18 man per gang, en een gang noemden wij een afdeling. En de 3e verdieping waar ik woonde, dat was de hoogste verdieping met 18 man. En dan daarboven had je 10 man per gang. En haar vriend, die woonde 2 verdiepingen onder mij. Of daar was het uit mij.
Dat was onze geluidsman. De PA-baas. Uit Limburg. En zij kwam uit Zuid-Holland. Als je mij haar echte naam noemt, dan zeg ik gelijk zo snap. Ja, natuurlijk. Dat was het. Want ik weet haar echte naam wel. Haar hartsvriendin van die tijd, die heb ik dit jaar nog... Nee, vorig jaar, 2017, heb ik nog gezien. Dat meisje, Plum, jonge vrouw was het toen. En die woonde toen in Utrecht. En ze had een vriend en dat was een lieve jongen. Toen is ze vanuit Utrecht teruggekomen naar Wageningen. Ze is die flat binnengegaan. Naar de 8e verdieping gegaan met de lift. Ze heeft ergens aangebeld. Op een C, dus boven mijn kamer. En boven de kamer van haar toenmalige vriend. En ze was nog niet zo oud, dus ze zag eruit als een medestudent. Dat wist ze ook wel. En ze zei tegen de eerste die de deur opendeed: ik ben mijn sleutel kwijt. Mag ik buitenom? Want dat kon. Degene die de deur heeft opengedaan had beter moeten nadenken. En had moeten zeggen: meisje, meisje, waarom bel je niet precies daar waar je moet zijn? Ook al ben je je sleutel kwijt. Maar die sukkel, of die sukkelino, die had die leugen niet in de gaten. En die zei: ja, natuurlijk, kom maar binnen. Misschien was die persoon aan het studeren vol van stress voor het natuurkunde-examen de volgende dag. En had hij wel wat anders aan zijn hoofd dan na te denken over iemand die suïcidaal is. Dus hij liet haar binnen, begeleidde haar naar de deur naar buiten. Dan zit je aan het eindpunt van die sterflat, heet zo'n ding. En die zei: adieu paraplu. En zij zei: dankjewel, vanaf hier vind ik het wel. Ik weet niet hoe die laatste seconde voor haar zijn geweest. Ik weet het echt niet. Ik kan erover fantaseren. Mijn fantasie is dat ze zich wilde werpen. Op het dak van mijn kamer. Dat het kwam door de wind. Dat ze ernaast viel. Maar die andere heeft zich doodgedronken. Heel overtuigd ook. Dat is een jongen. Die woonde op 8B. Dat is een andere vleugel van die sterfnet. Jezus, we kon die drinken, man. Dat was een lange jongen. Zo, stevige spieren. Hij had een grote auto en hij is doodgevonden in een greppel met zijn auto. Dan hebben ze ook nog het lef gehad om te beweren dat hij stomdronken was. Ja, hij was iedere dag stomdronken. Ik kan veel alcohol drinken, echt waar. Maar hij zoopt me eruit.
geen geintje. Dat was sportdrinken. En dat zijn ons mensen. Wij hebben het vermogen tot gevoeligheid. En los daarvan hebben wij die staat. En het vervelende van de staat vind ik dat ze zo ingewikkeld doen. Beschouwen we ons nou gewoon als mogelijke vrijtotters? En behandel ons met respect. Alsjeblieft. En laat de staat het goede voorbeeld geven. Waarom hoeven ze anders niet te werken? Dat mag ook. Dan zetten we Mark Rutte gewoon aan de putjes scheppen. Dan krijgt hij zo'n plastic broek aan tot aan zijn oksels en een hooivork. En dan kan hij ergens in Amsterdam-West, kan hij al die vrouwen hebben veel te veel tampons in de plee gegooid. Iemand moet met een hooivork in. Om even doorschrapen. Dan doen we dat met Mark Rutte. En Mark Rutte mag voor mij ook de overheid zijn. Dat vind ik helemaal niet erg. Want iemand moet de toezichthouder zijn. Geen enkel probleem. Maar waarom zo'n grote puinhoop? Waarom niet iedereen één nummer? Dat is toch heel eenvoudig? Eén nummer? Er zit een saldo aan. Je contracten staan onder dat nummer. Dus je huurcontract. Voor mij wat je arbeidsovereenkomst. Als je een vaste vergoeding krijgt voor aanwezigheid. Dan heb je daar een contract voor. Als jij een... Wat heet dat? Het andere contract is dat je gewoon weg... Nu mag ik gewoon zeggen... Je hebt gewoon weg een dienst. Een kilo spruiten of zo. Dus even afrekenen. Zo kan je ook werken voor een baas. Moet er een muur gemetseld worden? Nou. Call me. Call me anytime. Dat zijn overeenkomsten. En contracten zijn langdurig. Nou, dat is een abonnement op een tijdschrift. Of bij de sportvereniging. Of bij de kerk. Ik heb een contract. Daar ben ik toe verleid, moet ik eerlijk zeggen. Ik betaal €6 in de maand. Ja, je mag niet opscheppen over giften, dat weet ik ook wel. Maar dit gaat even als het voorbeeld. Hè. Dat meisje, dat was een jonge vrouw in de 20. En die zei tegen mij, ik ben een hele goede verkoper of zo. Ze kwam overtuigend over. Toen heb ik mijn handtekening gezet. En zij zei tegen mij, wij zorgen dat het geld besteed wordt voor kinderen. En dan doen we grappige dingen. Stelt allemaal niks voor, maar wij gaan met kinderen leuke dingen doen. Nou, dat is een contract. Nou, dat wil ik ook onder mijn nummer. Zodat ik makkelijk kan inloggen via internet en kan ik even kijken hoe het staat met mijn persoon. Ik ben een metafysisch wezen, ik kan janken als ik aan bepaalde dingen denk, zoals aan Plum. Ik kan janken bij horrorfilms. En dan denk ik ook aan Plum. Dat is mijn metafysische bestaan. En daarbinnen wil ik andere mensen geen schade toebrengen. Ik wil graag weten hoe het ervoor staat. En dan heb ik de boel maar getild voor €500.000. Nou ja. Dat is mijn schuld niet. Want Jezus is gestorven voor mijn zonde aan het kruis. Ik was een dom konijntje. Ik ben de rabbit hole ingegaan. Had ik niet moeten doen. Fouten, 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 fouten.
iedereen gewoon één nummer. En je moet je nummer uit je hoofd weten. En als jij bewusteloos gevonden wordt, is het handig dat jij iets bij je hebt waar jouw nummer op staat. Zodat ze weten dat je suikerziekte hebt. Of dat je überhaupt niet houdt van injectienaalden. Gewoon een nummer. En gelijk een website erbij. Mijn nummer is 059-668-301.nl. Dat is mijn grapje. Maar dat is uniek. En de andere unieke descriptie van mij is dat ik als voornaam Perry heb, als tweede naam Franciscus, dat is de naam van mijn opa, die werd Frans genoemd. En mijn derde voornaam is Martinus en dat is de naam van mijn opa van mijn moeders kant. En die noemde men Tinus. Mijn achternaam is Winkel. En dat komt uit het Duits, dat is Winkel. Onze familie komt uit het zuidoosten van Duitsland. Ik ben geboren in Bovenkerk en dat ligt onder Amstelveen. En dat ligt onder Amsterdam. En die straat, die bestaat denk ik nog, maar het huis is gesloopt. En toen was dat Aagje Dekenlaan. Nummer 3. Daar ben ik geboren om 3:50 smiddags op 29 augustus 1959. Nou, dat is een hele lange descriptie die uniek is. En zo begon alleen maar de ellende, want toen was ik geboren en toen kwam de rest. Dat heb ik ook allemaal gedaan. Er zijn dingen die heb ik niet gedaan. Maar die ga ik nog wel een keer doen, denk ik. Behalve parachutespringen en abseilen. En kanoën met domme vrouwen, dat doe ik ook niet meer. Want dan slaat de kano om, dat weet ik nu al. Kanoën is niks voor mij. En mijn nummer 059-668-301, dat is uniek. Daar ben ik toch mee klaar. Ik zou geen chip willen met dat nummer. Want dat kan heel makkelijk, hè. Dus een chip zonder een zendapparaat of zo. Maar een resonantiefrequentie-dings. Net zoals een magneetstripje. Geen chip in. Maar je kan dat wel in de vorm van een chip maken. Je kan dat nummer, het hoeft alleen maar een nummer te zijn. We hebben het over. Een 64-bits getal. Er moet iets van een antenne in zitten, denk ik. En dan heb je een ander apparaat en het straalt. En die antenne die vangt dat signaal op en dan laat die chip zich uitlezen. En er staat alleen maar 059-668-301.nl. Nederland. Zo'n ding kan heel klein zijn. En die laat je ergens plaatsen waar het nog kan. Maar als je ouder wordt, kan je last krijgen van zo'n chip. Die kan ook gaan verplaatsen door je huid heen nog een keer. Je kan er een wrat bovenop krijgen en dan is die chip niet meer goed uit te lezen.
Nou, dan laat je die chip killen. Zeg je, ik hou op met mijn chip. Doe mij maar een tatoeage. Met mijn nummer. Je kan ook zeggen, ja, mijn huid is nou zo oud. Als ik een leesbare tatoeage wil laten maken, dan met al die bubbels die erin zitten, dan ben ik mijn hele linkerarm kwijt voor mijn nummer. Maar als je jong bent, je hebt zo'n mooi huidje. Eventjes laten tatoeëren, kom op. En zo'n tatoeage die droogt ook op. Die is na een tijdje niet meer goed te lezen. Dan sta je in de supermarkt en dan hou je die scanner bij je bovenarm. En dan zegt die bloep in plaats van bliep. Nou, dan word je één keer mee geholpen dat die cashier, ja, die kent je wel. En dan zeg je, ja, het is 0596-68301. Oh, zegt de meisje, ik typ het wel even voor je in. En dan moet je wat nieuws hebben natuurlijk. Dan kan je misschien nog twee keer komen, drie keer komen. En dan gaat het meisje van de kassier, de kassier, of die jongen, die gaat zeggen, ja, hé, oude opa, is het niet eens tijd voor een nieuw kaartje? Nou, dan neem je een kaartje. Dat maakt er niet uit. Het is wel lekker makkelijk. Zo'n kaartje moet je beveiligen. Want een kaartje kan je kwijtraken. Dus er moet een wachtwoord op. Zo. Met je iris scan of een vingerafdruk. Ja, dat ben jij toch. En dat geld is toch niet van jou. Dus wat maakt het uit? Je bent hier alleen maar op aarde om te dienen. Ergens voor te dienen. Ja, maar Piri, ik heb helemaal geen talent. Oh nee, joh. Er zijn mensen zonder talent. Weet ik. Dat zijn vooral de mensen die dus denken dat ze talent hebben op terrein A. Terwijl ze alleen maar talent hadden op terrein B. Jo, ik ben een hele goede A. Nee. Je bent een kloothommel van een A. Je had talent op terrein B. Zo moeten we gaan samenleven. Wij moeten ruimte geven aan gouvernantie, toezichthouderschap. Net als met voetballen. Dan heb je een scheidsrechter nodig. Want die teams, die raken verhit. En dan gaat, wat is het ook weer, dat incident dat een Nederlandse van Surinaamse afkomst, die spuugde een meneer, die heette Vuller, in zijn nek. Het maakt je haar vuller. Dat is een t-shirt. Dat heeft gecirculeerd hier in Nederland. We hebben zo'n appeltje te schillen met die Duitsers. Hè. Dat blijft leuk, man. Daar heb je een scheidsrechter bij nodig. Dat hebben wij ook. Voor ons economisch verkeer. Maar niet een scheidsrechter die de hele tijd de regels verandert. Die een spelletje speelt met de spelletjesspelers. Van, oh, jullie willen graag voetballen? Nou, ik ben de scheidsrechter en ik bepaal wie er wint. Ja, dan ben je fucked. Dan is voetballen helemaal niet leuk meer. Want dat hangt maar af van de scheidsrechter. De strijd tussen de democraten en de republikeinen in Amerika bijvoorbeeld. En eens in de zoveel tijd moeten de democraten weer eens winnen. En de algemene agenda
die gaat gewoon door. De agenda van de scheidsrechter. Nou ja, jullie klojo's, jullie willen zo graag voetballen. Nou, ik wil graag de baas spelen. Je persoon, dat word ik wel genoemd, je masker. Persona is op zijn Latijn is dat letterlijk masker of Grieks. Nee, ik denk Latijn. Het is het nummer waaronder je opereert. Waarin je zaken doet. Waaronder je werkt. En dat kan ook zorg zijn. Het zou ook heel fijn zijn als wij zo dadelijk allemaal een nummer hebben. En al onze activiteiten, contracten, wat je maar kan verzinnen. Centraal administreren. En dat we jonge mensen vragen om bots te schrijven. Die de misdaad gaan detecteren. Wauw. Ben je gelijk van die politie aan? Want aan de transacties van een mens, die kan je filteren. Stel je in, er is een oude vrouw en die heeft een nicht. En dan gaat ze iedere week bij langs met het openbaar vervoer. Ja, daar is niks aan de hand. En je hebt die andere transacties, die kan je uitpluizen. Want wat ze doen, overigens, het woord personen, een masker, een nummer, dat is gelijkgesteld aan een kamer van koophandelnummer. Dus organisaties en privépersonen, dat loopt als een mishmash. Dat loopt door elkaar heen. Dus je bent directeur van bedrijf A, je gaat van failliet vanwege een enorme openstaande post van bedrijf B. Dan hef je die BV op en je bent ook eigenaar van BV nummer B. Balletje, balletje spelen heet dat. Van nee, ik verdien niks, want ik heb hele hoge facturen van die andere persoon. Ja, dat is een BV dan, of een, whatever, een rechtspersoon. En daar ga je cashen aan. Een bot heeft dat opgespoord. Een bot kan dat opsporen. En dan kunnen die mensen nog ingewikkelder gaan doen door te gaan werken met 3 BV's of 10 BV's. Maar een beetje bot en wat dat noemen ze artificiële intelligentie. Dat valt ook reuze mee, maar je kan, nou, ik ga niet een lezing houden over hoe je verbanden kan categoriseren. En natuurlijk vind je dan mensen die totaal onschuldig zijn, alleen heel idioot bezig zijn. Dan kom je bij Malle Pietje. Dan moet je even op bezoek en dan zie je dat het een Malle Pietje is. En denk je, oké, niks aan de hand. En er zijn mensen waarvan je denkt, hé, maar dit is fishy. Ja, en die lui met al die poen, die hebben daar geen zin in. Dat kan je toch wel voorstellen. Dan zijn we er in één keer achter waar Willem-Alexander het geld vandaan haalt. Het namaak maanlandingen. Die waarheid kunnen wij nu nog niet onder ogen zien, omdat ze het ons verbieden. Er is ook een wet, de wet op de persoonsregistratie. Dus als jij een automatiseringssysteem begint,
communicatiesysteem. En je laat mensen hun burgerservice nummer intypen en opslaan. Ja, dat moet onder uitdrukkelijke toestemming van la 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 la. En dat is juist niet nodig. Dat is een tegenwerkend principe. En wij moeten daar dwars tegenin. Ik kan er niks aan doen. Denk je eens in een wereld dat als je een kind ter wereld brengt, of je komt als vreemdeling binnenwandelen, er wordt een nummer voor jou gereserveerd en dat is jouw nummer. En je krijgt gelijk krediet. Dat mag je niet uitgeven in de kroeg, maar dat mag je besteden aan onderwijs, ja, basisbehoeften, toiletpapier, water. Je bent gecoverd. Wat aardappelen, tomaten. En doe je niks terug, dan komen er mensen bij jou op bezoek en die vragen aan jou: ben jij ziek of zo? Je gaat me wat doen. Want we hebben jouw saldo in de gaten. Dat staat negatief. Het heet peer-to-peer controle of zo. Op het allerlaagste niveau moet er ingegrepen worden. Mensen moeten aan het werk worden gezet. Als je mensen niet laat werken, dan gaan ze alleen maar gekke dingen doen. En mensen moeten een noodzaak voelen tot werken. Hun negatieve saldo in de gaten hebben en weten dat ze aan de slag moeten gaan. En je hebt toch talenten? En als je één keer dat nummer hebt, dus in de, zoals ik dat zie, je hebt een website die heet www. 059-668-301.nl. Dat ben ik. Er staat mijn vingerafdruk, waar ik geboren ben, wie mijn vader is, wie mijn moeder is. En die hebben ook allemaal een eigen pagina. Mijn vader is overleden. Nou, hoe lang moet je zo'n dossier in leven houden? Uiteindelijk wordt het opruimen, lijkt mij. Maar tot die tijd mag iedereen weten wie mijn vader is. Ja, mijn Piri, heb je dan niks te verbergen? Jazeker wel. Ik heb dingen meegemaakt die ga ik jullie niet vertellen. Niet omdat ik me daarvoor schaam, maar omdat ik, als ik die dingen vertel, dat jullie als een stelletje kippen in een kippenhok denken dat een vos binnengekomen is. Ik ben een harde bikkel. Ik heb gejat. Ik heb gestolen. Daar ben ik niet trots op, daar gaat het helemaal niet om. Eigenlijk, jij mag het ook wel weten, maar ik heb nog wel meer dingen gedaan. En die hoeven jullie gewoon niet te weten. Dat is mijn metafysische wezen. Ik heb gemarchandeerd met de waarheid. Ik had andere dingen aan mijn kop.
iemand stelt mij een vraag en ik denk van, wow, één ding waar ik geen zin in heb, dat is dat ik nu eerlijk antwoord geef. Ik wist precies wat de waarheid was. Maar dat zeg je dan niet. Dan krijg je alleen maar vragen van, ja, dan moet je die vragen gaan beantwoorden. Gisteren misschien wel. Maar voor de rest heb ik niks te verbergen, hoor. Ik heb een publiek bestaan. Ik ben toch in deze wereld, of niet? Je burgerservice nummer, dat is je wereldlidmaatschapsnummer. Dat nummer heeft geen enkele betekenis. In mijn geval dan nog een klein beetje, omdat 5-9... dat is van mijn geboortejaar, 1959. Daarom heb ik 5-9 als voordienst. En dan een 0 ervoor. Ook zo dom. Ja, kom op. Laten we even lachen. Dom boos. Krijg je, je hebt dus 5-9, dan krijg je 0-6-0, dan krijg je 0-6-1, uiteindelijk krijg je 0-99. En dan dus 100. Ja, mijn dochter is geboren in 1999. Die was dan 9-9-9. Ook niet. Dat burgerservice nummer van mijn dochter hebben ze weer verlengd. Ja, je kan jezelf ook echt bezighouden, hè? Net als een kleuter met een kleitafel. Die hele 0 bij mijn BSN, die slaat nergens op. Het is gewoon 5-9-6-6-8-3-0-1. Punt. NL. Want in Bolivia is er ook iemand en die heeft ook 5-9-6-6-8-3-0-1. Maar dan punt BV of zo. Dat is Bolivia. En op die webpagina van mij, daar zat een recente foto, een vingerafdruk ellende, iris scan, maakt me ook niet uit. Mijn cv. Zo. Iedereen weet dat ik op mijn 6e had ik mijn zwemdiploma. En ik heb mijn diploma C heb ik ook nog gehaald. Reddend zwemmen zat erbij. Van de hoge duikplank af. Daar schaam ik me echt niet voor, hoor. Het was hartstikke koud in het zwembad altijd. Ik ben ook mager. Ik heb een rij vaardigheidstest afgelegd. 3 keer. Ik ben 2 keer gezakt. En nou in. Ik heb parkeerboetes gehad. En nou in. Je moet je auto toch kwijt. Ze leggen een snelweg aan naar Amsterdam. Dan denk je, oh, dat is lekker makkelijk, want er zit een klant. Kan je lekker doorrijden over de A12 en dan de A2. Maar dan zit je in Amsterdam en je kan moeilijk met je auto en al naar binnen komen bij die klant. Dus je moet ergens je auto neerzetten. En rijden, man. Nou, uiteindelijk kijk je op de klok en denk je, ja, dan maar hier. Want je bent toch niet helemaal voor de kat met zijn korte achternaam. Naar Amsterdam gereden. Dat nou. We komen hier om zaken te doen. Super zaken. Parkeerboetes. Snelheidsovertredingen heb ik ook gedaan.
En die keren dat ik dus met 190, dat heb ik gedaan, hè? 190 over de A15. Daar heb ik geen document van, hoor. Jullie weten het nu, maar... En er was een wegafzetting en dan mocht je maar 80 km per uur. En die BMW 5-serie die voor mij reed, die man die moet daar in de buurt gewoond hebben, want dat was zondagochtend 9:30. Ja, die ging er doorheen met 130, 140. En ik hem volgen. Wat hij kan, kan ik ook. Ik had een Opel Senator. Een 3 liter motor met 8 kleppen of zo. Die kon 80 in zijn 2. Dat je nog echt vermogen had, hè? Je reed je 70 in zijn 2. En denk even nog iets harder en een wop, gaspedaal in. Er zat ook een elektronische literverbruik, dingen, benzineverbruikmeter. Nou, dan ging ik naar 2 liter per kilometer. Net als een Abraham tank. Ja, dat weet niemand, behalve jullie nu. En ik had een reden, dus komt het voor een rechter, dan lach ik hem uit. En trouwens, die rechter zal zeggen, het is zo lang geleden. Het is inmiddels 10 jaar geleden. Daar doen we niks meer aan. Ik heb niks te verbergen. En behalve de dingen die ik jullie niet wil vertellen, omdat je het veel te gruwelijk, grof, whatever is. Dat je je vertrouwen verliest in mij. Van ja, denk je, ja, Perry, als je dat hebt gedaan, nou, dan weet ik niet meer of ik nog langer naar jou zou willen luisteren. En daarom vertel ik die dingen niet. Want er is niks ergs gebeurd, ben jij gek. Ik heb nooit een vrouw verkracht, bijvoorbeeld. Kinderen heb ik nooit geslagen. Ik heb ambtenaren afgezekerd. Maar ze moesten wel lachen. Altijd vriendelijk blijven. Zo'n leuk verhaal was mijn... Ik had die scheiding gehad en ik dacht van nou, dan mag je ook wel leuke dingen gaan doen. Dus ik midden in de nacht naar de nachtkroegen hier in Arnhem. En toen heeft een neger mijn portemonnee gestolen. Dus ik naar de politie. Nou, de politie netjes kreeg cappuccino en heel gezellig. Je moet aangifte doen. Kaartjes, diefstal. Alles wat pleit. Dus een rijbewijs, identiteitsbewijs. Met 2 bankpassen. Maar over chipkaart. En wat contanten. Nou, die contanten was er dan daaraan toe, maar die kaartjes waren weg. En dan denkt iedereen dat ze niet meer weten wie je bent. Dat is onzin, want ik ben Perry Winkel. Geboren op 3:50 middags. Dus ik moest een nieuwe kaart hebben. En een rijbewijs. En dan moet je pasfoto op. Ook zo'n onzin. Doe maar gewoon een kaartje. Met een wachtwoord, alsjeblieft. Een pincode, zeg maar. Iets wat ik kan onthouden. En dat alleen ik weet. Ja, ik dus. Eerst aan de politie. En de politie die zei tegen mij, nou, u heeft heel erg plezierig aangifte gedaan. Wij danken u voor uw vriendelijke bezoek. We zullen de formulieren doorsturen naar de gemeente. En dan kan u een nieuwe meuk aanvragen. En die oude zijn bij deze geblokkeerd of zo. Ik weet niet of ze nog wat doen op dat terrein. Een bankpas en alles, dat moest ik zelf blokkeren. Wat een gedoe, man. En dan moet je naar het gemeentehuis voor een nieuwe identiteitskaart.
dan ga je daar langs, wat ik heb gedaan, je gaat daar langs. En dan krijg je te horen dat je een aanvraag moet doen. En dan moet je langskomen met een pasfoto. En dan melden bij, dat zie je wel. Ik voor de tweede keer daar naartoe met een pasfoto. En daar zat zo'n ambtenaar, per definitie. En die was bruino. De multiculturele verwoording van de maatschappij begint op het gemeentehuis. Maar met die bruino's kan je wel lachen. Een beetje zonneschijn mensen nog. Niet dat die achterhoekers terzijde wil schuiven. Met die bruino's kan je wel lachen. Dus ik naar die man toe, toen ik aan de beurt was, moet je een nummertje trekken. Dat hoeft tegenwoordig alleen nog maar bij het gemeentehuis. Vroeger had je hier in Arnhem een viswinkel en moest je ook een nummertje trekken, want dat was daar bomvol. Die mensen die schoven een vis over de toonbank, jongen. Ik kan me nog herinneren dat ik daar een nummertje trok en ik denk van shit, what the fuck. Dan was je nummer 83 en nummer 68 was aan de beurt. Ging ik een andere boodschap doen. Het is ook gebeurd dat ik te laat terugkwam en er stond al nummer 84 op het bordje. Dan kon ik een nieuw nummertje trekken. 91. Nou, bij die viswinkel hoeft dat niet meer hoor. Daar zijn ze al lang blij. Als je er maar binnenkomt is het gelijk, hallo. Wat kunnen we voor u doen? Nou, bij het gemeentehuis niet hoor. Nummertjes trekken. Beren druk daar. Allemaal buurtenlanders. En ik naar die man toe. En ik zeg dus tegen hem, ik heb hier pasfoto's van iemand die heel erg veel op mij lijkt. Identiteitsfraude, niet? Hij mag dat niet accepteren. Hij moet toch echt wel weten dat die pasfoto echt van mij is. Hij snapte de grap. Hij keek naar die pasfoto. En hij keek naar mij. En dan zei hij, oké, ik ga akkoord. Ik kan wel met mijn hoofd op mijn bureaublad slaan van het lachen. Daar gaat het toch helemaal niet om. Jij bent geboren van je papa en je mama, daar en daar, en je bent nummer zoveel. Dat is een betekenisloos nummer, moet je uit je hoofd leren. En die ben jij. En op je kaart er staan additionele gegevens, zoals een vingerafdrukscan of een iris-scan of wat je maar wil. Een chip, gewoon een chippy. Voor mij, wat doe je die chip in een piercing? Iedereen loopt toch met die oorbellen? Dan doe er een chip in. Met je nummer. En niet uitdoen. Ja, als je hem uitdoet, dan moet je wel een kastje hebben waar die veilig ligt. Want als die gejat wordt, ja, dan moet je even bellen met de overheid. En dan moet je zeggen, mijn nummer is gejat. Ik wil een... Je hebt dus je originele nummer, dat is 0596-8301 in mijn geval. En los daarvan een extra codes van degene die actief zijn. Dus als je chip gejat wordt of je kaart gejat wordt, moet je het even doorgeven en dan krijg je een nieuwe chip of kaart. En een veilige methode is om een tatoeage te laten zetten, want die kunnen ze niet stelen. Maar met tatoeages is het probleem dat die zijn na te maken, punt 1. Maar dat is misschien niet het grootste gevaar, want wie gaat een tatoeage laten zetten met jouw nummer?
Dat kan je niet zomaar weghalen. Het andere probleem met een tatoeage is dat je huid die gaat verschrompelen, verskleroticeren. Er komen bobbeltjes in. Zo'n tatoeage die verweekt, die verwelkt. En uiteindelijk wordt hij niet meer gelezen in de supermarkt. Dus dan kom je naar de supermarkt en denk je, kom, voor de barbecue van vanavond ga ik eventjes dit en dat en zus en zo. En dan bliep. En dan doet hij het niet meer. En dan zegt die kassier tegen jou, ja, je huid is verschrompeld. Je moet een nieuwe halen. En ga je elke keer naar dezelfde supermarkt, dan weten ze wel dat jij 059-668-301 bent. Dus dan zegt dat meisje of die jongen, van, ik typ je nummer wel even in. Nou, wel een nieuwe tatoeage halen. En uiteindelijk wordt je huid zo verschrompeld, dan staat je burgerservice nummer over je hele linkerarm heen. Voor de duidelijkheid. Als dat mogelijk is. En dan een kaartje. Een kaartje met je nummer. Klaar. En wordt die gejat. Dan krijg je een nieuw kaartje. En wat kost een kaartje nou? €3,95. Tenminste houdbaar tot. Dan betaal je voor je kaartje 30 cent per jaar. Dan ben je toch klaar? En een cv, dat heb je dan ook niet meer nodig. Want alle diploma's, alle opleidingen, alles staat onder je nummer. Werkgevers die kunnen een bot de opdracht geven om werknemers te zoeken. Ze geven een profiel op. En die bot die zegt de mogelijke kandidaten zijn dubbele punt. Dan kom jij ook aan de bak. Ik zie dat voor mij. Een samenleving waarin niemand iets te verbergen heeft. Totale openheid. Los van al die stoute dingen die je hebt gedaan tijdens die barbecue bij de verjaardag van tante Gerda. Want jij bent een metafysisch wezen. Jij bent zo gedetailleerd. Je hebt zoveel aspecten. Dat niemand jou begrijpt. Dat is je werkelijke bestaan. En dat nummer. Tja. En neem er een, vraag er een aan. De volgende keer ga ik over dit aspect verder. Als ik het ga hebben over. Let's. Local. Economy Trading System. Ruilhandel. En de hele boel overnemen. Het kan. Luister naar mijn uitzendingen over de kerk. Vergeet onze Arabische broeders en zusters niet. Nog onze Turkse en Koerdische broeders en zusters. En mooie Marokkaanse vrouwen, die moeten eerst naar mij komen. Tegen de tijd dat ik een miljonair ben. En dan ga ik kinderen maken. Naar een nieuwe, bravoerige, brave wereld. A New Brave World. Een boek van Aldous Huxley. Leuk, hè? Dat ik boeken gelezen heb.
Ik ga afscheid nemen. Er is een lange weg te gaan. En die gaat heel smal. Het is een jota verkeerd en je bent de bok. Lastig wordt het. Dus maak je borst. Of je borsten. Zo'n grapje. Maak je borsten maar nat. Bereid je voor. Want er komt een nieuwe tijd aan. Er komt een nieuwe ochtend. En de strijd zal beginnen bij het gloren van de dag, denk ik. Wij moeten eerst totaal pissed off worden. En geen enkel akkoord meer nemen. Wij moeten tot stilstand komen. En ons op ons hoofd krabben. En ons afvragen welk fantastisch monopoliespel met ons gespeeld wordt. En dat is erg ingewikkeld om mensen tot inzicht te krijgen. En mensen uit te leggen dat de weg tot de waarheid, die heet het leven. En dat kan langer duren dan dat jij zou willen. Ja, ik wil morgen, wat Perry zei, dat ik een internetverbinding heb. En dan kan ik precies zien wat mijn persoon is. En hoef ik nooit meer naar de rechter. Hoef ik nooit meer naar de Belastingdienst. Ik wil dat nu. Ja, maar dat gaat niet. Het is een gedachte. En vanuit die gedachte ga je met andere mensen om. Je ziet allemaal die personen. Je ziet de buitenkanten van mensen. En daarbij krijg je een klein introspectief in hun metafysische wezen. En dan wordt het interessant. Maar goed, de volgende keer ga ik het hebben over valuta, over geld. En voor die tijd zeg ik tegen jullie op zijn hamburgers, tjus. En dag lieverds.